politie. Nu gaan we naar een vraag van de luisteraar. WNL Misdaadlijn. Via de WNL Misdaadlijn kun je zelf je verhaal delen of onze onderzoeksredactie een vraag stellen. En deze keer gaat hij over de leugendetector. Ja, de vraag luidt, Rick, kun je in Nederland ook een leugendetectortest doen? Ja, ben je wel eens zo overtuigd geweest van iemands leugen dat je hem aan de leugendetector wilde leggen? Nou, privédetectives zien allerlei mensen voorbij komen die bijvoorbeeld vermoeden dat hun partner vreemd gaat. Dat vertelt Jeroen Ketelaars van het Leugeninstituut. Nou, het klinkt nogal opmerkelijk, dus ik vroeg aan hem, ja, wat voor soort mensen zijn dat nou eigenlijk? Nou, ik kan je vertellen dat dat hele normale mensen kunnen zijn, maar ook mensen die bijvoorbeeld psychisch in nood zijn. Hè, die beginnen te twijfelen aan zichzelf en hun omgeving. Maar wel waarde hechten aan zo'n onderzoek. En dan zeggen van ja, kijk, als blijkt dat inderdaad mijn vrouw niet vreemd gaat, ja, dan wil ik toch wel eens in therapie gaan of zo. Dus er zit altijd wel een verhaal achter dan het normale stel wat jij en ik kennen op de bank. Maar ook daar zitten gewoon mensen tussen waarvan je het niet verwacht en die toch zo'n onderzoek komen doen. En ik heb meer huwelijken gered op die manier dan met andere gesprekken, kan ik vertellen. Nou, je kunt nooit iets met zekerheid stellen. Het is altijd een focusonderzoek. Je kunt alleen maar ervoor zorgen dat de omstandigheden optimaal zijn. Oftewel, heb je een hele goede onderzoeker die weet wat hij doet? Welke vragen ga je stellen in relatie tot wat je onderzoekt?